daar moeten we wachten. En ik ben hier de clubtrainer. Fulltime clubtrainer. Ik ben trainer van een tennisvereniging. Correct, klopt. En dat ligt helemaal plat? Dat ligt, dat ligt helemaal stil. Alle tennishallen, sportclubs moesten natuurlijk dicht door het coronavirus. Ja, maar je zou zeggen, tennissers die staan verder dan anderhalve meter van elkaar. Dat zou dus wat dat betreft wel door kunnen gaan. Ja, dat ben ik wel deels met u eens. Ik zit ook in een tennisleraar-app. Heel veel contact met collega's en die hebben ook zoiets van, lesgeven moet toch mogelijk zijn. Met maximaal 4 op een baan, op afstand. Ik denk ook wel dat dat mogelijk moet zijn, maar goed. We zijn toch afhankelijk van het advies van de KNTB. Ja. En het NOC, NSF. Dus even afwachten. Maar u bent bezig met onderhoud nu? Thuis word ik gek. Ik heb de nodige puzzels al gedaan en ik ben op dit moment 2 weken werkloos, zeg maar. En het park heeft veel onderhoud nodig. En in overleg met de voorzitter Rob de Haar, die is voorzitter van de accommodatiecommissie, probeer ik hier samen met mijn collega Annemiek van Zuylenk om hier toch wat onderhoud maar te doen. Voor het geval het straks weer open gaat. Wat wij hopen. Nou, ik hoop voor u dat dat snel gebeurt. Ja, ik ook. En succes. Dank u wel.